Maatschappij 2, thema relaties, hoofdstuk 3, als de relatie stuk loopt. Als je eenmaal getrouwd bent en je merkt dat het echt niet meer samen gaat, dan kun je in Nederland scheiden. Een huwelijk, zoals in het vorige hoofdstuk uitgelegd, is wel een officiële verbintenis. De rechter moet dan een scheiding ook definitief maken. Bij een echtscheiding komt natuurlijk ook de vraag, hoe gaan we de bezittingen verdelen? Dat kan in Nederland op twee manieren. Als je getrouwd bent in gemeenschap van goederen, dan krijg je allebei de helft. Dus een halve auto en een half huis. Als je getrouwd bent onder huwelijkse voorwaarden, dan heb je bij de notaris een contract laten opstellen waarin precies staat wie wat krijgt. Bij een scheiding blijft natuurlijk ook altijd de vraag hoe het verder gaat met het inkomen van iemand. Daarvoor kennen we alimentatie. Alimentatie kennen we in twee vormen. De eerste is partneralimentatie. Als het inkomen van de ene partner veel hoger is dan dat van de ander, dan wordt er in overleg afgesproken dat de ene partner die niet werkt of een lager inkomen heeft, geld bijkrijgt van degene met een hoger inkomen. En dan hebben we ook nog kinderalimentatie. Kinderalimentatie die betaal je voor de zorg en opvoeding van je kinderen, totdat de kinderen 21 jaar oud zijn. Toch blijven er nog op het gebied van de kinderen wel een heleboel vragen te beantwoorden. Daar kijken we straks nog even naar. Maar hoe ging dat vroeger eigenlijk? Als je tegenwoordig kijkt, dan zie je dat er steeds meer scheidingen zijn. Om precies te zijn, waren dat in 2010 32.544. Vroeger was een scheiding helemaal niet zo normaal. Iedereen was toen eigenlijk ook gelovig, christelijk. En een huwelijk is ook een belofte ten aanzien van God. En die belofte, ja, tegenover God, die brak je niet zo snel. Dus mensen bleven veel langer bij elkaar. Een ander belangrijk verschil is dat vroeger de vrouw vaak financieel afhankelijk was van de man. De vrouw werkte vaak niet. Tegenwoordig ligt dat anders. Gaan we even terug nog naar de kinderen, want hoe moet het nu verder met de kinderen? Tegenwoordig spreken veel ouders een omgang of een bezoekregeling af. Waarin staat hoe vaak een kind waar is, bij wie, hoe lang, enzovoort. Ook moet bepaald worden hoe het ouderlijk gezag wordt ingevuld. Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor een co-ouderschap. Dat betekent dat een kind ene week hier woont en andere week daar. Het kan ook zijn dat er geen ouder meer in beeld is. Dit kan doordat bijvoorbeeld de ouders niet meer leven, dat ze bijvoorbeeld zijn omgekomen bij een ongeluk, maar ook bijvoorbeeld als de ouders niet in staat zijn voor het kind te zorgen, omdat ze bijvoorbeeld verslaafd zijn aan drugs of alcohol. In dat geval stelt bureau jeugdzorg een voogd aan, dus iemand die beslissingen mag nemen, net zoals je ouders voor jou. En in het ergste geval komt het, als er geen geschikte familie wordt gevonden, word je in een gastgezin geplaatst, in een opvanggezin. Bij scheiding gaat er in ieder geval altijd om dat zaken geregeld moeten worden. En ook als je niet meer met elkaar overweg kunt, dat je toch de zaken goed regelt.